Maar het liep even iets anders. Vitesse in het wit scoort hier in de derde minuut. Cocu schiet in na mistrap van Albert van Oosten. Een goede lange paas van Sturing. Die laat Oeheru weliswaar meer zijn instantie niet bereikt. Maar dan is daar Cocu en dan is daar meteen het doelpunt voor Vitesse. Ingeleid door Latuheru. Cocu komt goed van achteruit. En die schiet in 0-2. Cocu. In Arnhem. Een aanval van Vitesse. 7 minuten voor rust. De schot van Lamers. En Cocu is attent met links. Om die bal halfhoog opstuitend in te tikken. 1-0 voor de thuisclub. Lamers. Cocu. Met een verrassend schot en een doelpunt ook. Philippe Cocu schiet Vitesse vrijwel zeker in de volgende ronde. Maar Vitesse begon heel goed. En gaat hier goed verder. Dit is Cocu. Prima beweging. Laat de bal door de benen heen van de nummer 7 van Sparta, Mol. En is het 2-0. Cocu. En hij hangt. Wat een dramatische start voor Rob van Dijk. Hij er zelf met de vrije trap en dat kan niet heel goed. En daar komt Cocu. En dan is er gejuich van de Vitesse supporters. Een mooie. Eier. Lamers penetreert opnieuw. Appel voor Hens. En Cocu scoort. Hilhuis. Cocu blijkbaar niet buiten spel en dus is het 2-0. 24e minuut. Dus uit, kijk hier. Straal, Latuheru. Heel goed in de tweede helft. Let op Cocu daar met 7, de beste man van het veld. Kapseman Smits uit en knalt 3-0 binnen. Een prima spits, 0-1 aan een half uur spelen. Gilhuis een vierde goal al. Dit is Cocu. En die is ook sterk bij op de been en maakt 0-2. Goede winst in de hoogste afdeling. Hoekschop van Lamers. Bal wordt weggewerkt door RKC. Cocu zet zijn voet er tegen en maakt 1-0. 11e minuut. Goede goal van Vitesse. Met Cocu in een hele goede rol. Hier weer. Je demareert hij en haalt hij uit. In de 22e minuut. Na een fout van Schreuder van RKC. 2-0 voor de thuisclub. Gilhuis, omdat Huizing te veel wil. Cocu kan de beslissing brengen. En doet dat. Gilhuis, zoeken. Loeven gaat diep. Loeven. En zijn gleed al uit. En dan gaat hij alsnog in. Philippe Cocu. Den Helder. Die gaat er opnieuw in. Philippe Cocu. En zo wordt Go Eagles. Mooi doorgespeeld. Cocu. Ja, Cocu. Dan moet hij opschieten. Ja, keurig. Philippe Cocu. 5-0. Kosten, goede bal. Dat moet hem worden. Gilhuis. En het wordt hem ook. Cocu. Uitstekend gedaan van Kosten. Gilhuis. En wordt vervangen door Willem Korsten. Mooie paas dit van Sturing. En Cocu reageert goed. En maakt dan op de valreep 1-0. Net voor rust dus. Goeie komt aan weghalen niet toe. Nog een keer Vitesse met Helder. En de redding van de doelman. En de bal gaat uiteindelijk het doel in. Dankzij Philippe Cocu. Dat bewijst Vitesse het eerst. Met hier Lamers die de bal krijgt. Voorzet en Cocu komt in. En dat is al na 6 minuten. Edward Metgold is kansloos. Hij moet Vitesse van de aftrap af bijna opnieuw weg met Makkai. Poging in de korte hoek. Cocu. Lamers. Goed gedaan door Lamers. Ruimte voor Cocu. Ruimte voor Cocu. Goed schot. Goal.
mag men aannemen. Cocu incasseert de troostprijs. In elk geval gelijk. Want hier gaat Cocu voor Vitesse. En via doelman van Ede gaat de bal in het doel. Utrecht-Vitesse 1-4.